De plek in het Matawai-gebied, de Brukopondo, waar de 15 mijnwerkers de vorige maand zijn overleden, is nog steeds onveilig. Dit bevestigt minister Krishna Kumari Mathura. De bewindsvrouw maakt ook melding van mensen die weer in het gebied zijn gesignaleerd, alweer op zoek naar goud. Nee, het is niet veilig en het is breed geroepen door zowel de VP en iedereen, de president. Iedereen heeft aangegeven dat het zeer onveilig is en mensen hebben dat ook gezien, wat die onveiligheid heeft, waarin het heeft geresulteerd in de dood van 15 mensen, jonge mensen. Dus we raden het af. Wij kunnen, ik heb begrepen van mijn collega dat er nog groepen daar zijn en dat ze proberen. En zelfs hoorden we dat de mensen in de nachtelijke uren daar gaan. Wat zeer gevaarlijk is. Dus ik weet niet wat de laatste update is. Want ik moet dat met de goudsector bespreken. En ik zal dat ook met mijn collega bespreken. Maar de laatste update daarvan heb ik niet. De minister ontkent dat er militairen in dat gebied aanwezig zijn. Ze stelt dat er wel militairen gestationeerd zijn bij Zijin Mining, nabij de plek waar het ongeval zich heeft afgespeeld. Na het incident hebben enkele vertegenwoordigers van het traditioneel gezag de Poknokkers verzocht om voorlopig niet in het gebied te werken.